maar in de middeleeuwen gestaan. Dan had ik een heel ander schouwspel kunnen zien. Dan had ik hier elke dag de platbodems naar binnen kunnen zien varen. En die platbodems die kwamen van de Noordzee, konden helemaal doorvaren tot aan Brugge in België. Maar zo rond 1400 ging die zeearm steeds meer verzanden. Je kon er niet goed meer in. En je kon nog wel een poosje tot dammen varen, dat lag wat dichterbij. Uiteindelijk ook nog tot sluis. Maar al die geulen gingen steeds verder verzanden en je kon niet meer bij de havens komen. Nou, wat er nu nog over is van die zeearm die zo vroeger zo ver het land in ging, is het Zwin. Een natuurreservaat waar de zee dagelijks nog vrij kan in- en uitstromen. Waar dus ook heel veel voedsel te halen is voor vogels. Veel steltlopers komen hier, wulpen, grutto's, stureluurs. Maar er zijn ook heel veel vogels die van noord naar zuid vliegen. En die hier even stoppen om wat te eten en dan weer doorvliegen. Ja, het landschap lezen, dat kan op vele manieren. Zo kun je zien wanneer je hier door het gebied loopt waar het snel stroomt en waar het langzaam stroomt. Waar het snel stroomt, dan vind je alleen maar zand. Dat zwaardere zand dat bezinkt in een snellere stroom. Maar waar het bijna stil staat, het water, zoals hier, dan vind je een hele laag klei. En dan moet je goed oppassen, want anders dan glippen je nog onderuit ook. Ja, het is niet meer dan een slootje, die brede zeearm waar vroeger de schepen over naar Brugge voeren. Nou, hier aan de overkant zie je dat dat water toch nog een behoorlijke kracht kan hebben, vooral bij eb en vloed. Dan schuurt het hier langs die buitenrand. Ja, en dan gaat het zand worden steeds verder onder die kleilaag weggehaald, die zit daar bovenin. En dan zie je die kleilaag als het ware afbrokkelen. Die stenen die er liggen zijn allemaal klompen klei die naar beneden komen vallen. Nou, ik loop over een wat wasbordachtige structuur, allemaal van die bobbeltjes in het zand. Maar die zijn niet ontstaan door de wind. De wind kan prachtige duinen maken, maar dit is op een hele andere manier ontstaan. Dit is ontstaan door de stroming en daardoor ontstaat dan zo'n mooie regelmatige structuur. Nou, de kreek die zoekt zo zijn weg door het Zwin. En als er nou langs de klei komt, dan zie je dat er een hele steile oever ontstaat. Het is veel steviger, geeft veel meer weerstand. Maar hier gaan we over in het zand. Dan heb je veel schuinere helling, heeft veel minder structuur. Maar hier wordt het zand dus alsmaar weggehaald. En aan de overkant, in de luwte van de bocht, dan wordt het gedeponeerd. En zo wandelt zo'n kreek zijn eigen weg door het gebied. Prachtig gebied om vogels te kijken. Maar het bijzondere is natuurlijk ook dat dit een aardkundig belangrijk gebied is wat nog in beweging is, wat heel dynamisch is en wat elke dag weer nieuwe geschiedenis schrijft. Dus als ik hier volgend jaar kom, ziet het er misschien weer heel anders uit. Ja, ik sta hier bij grenspaal nummer 369. Dan zou je denken, nou, dan is dit Nederland en dat België. Maar het is allemaal Nederland. En hoe komt dat nou? Die paal die kun je niet daar in het Zwin zetten, want daar moet hij eigenlijk staan. Daar is de grens. Maar ja, daar spoelt hij om, want dat is veel te dynamisch, dat gebied. Daar hou je zo'n paal niet overeind. We staan hier op een heel bijzondere plek. Want hier hebben zich twee aardkundige processen afgespeeld. En daarvoor moet je goed naar het landschap kijken. Hier achter ons ligt het plaatsje Sint-Kruis. En vanaf Sint-Kruis ligt er een dekzandrug helemaal tot aan Aardenburg. En die is opgestoven zo'n 10.000 jaar geleden tijdens de laatste ijstijd. Toen lag de Noordzee zo'n beetje droog en kwamen er enorme wolken zand hier naartoe. En zijn die dekzandruggen hier neergelegd. Maar zo'n 1700 jaar geleden, dus eigenlijk nog niet zo verschrikkelijk lang terug, kwam de Noordzee steeds meer op na die ijstijd. De zee die vulde zich en er kwamen allerlei kreken die hier naar binnen wilden dringen. En zo sneed de kreek dwars door de dekzandrug heen hier het landschap in. En dat is het water wat we hier zien. 1700 jaar geleden gebeurd. En daarachter het dekzand terug. Die dekzand terug die ligt hier nog. En daar ga ik u nu het bewijs voor leveren. Kom maar mee. Kijk, dit ligt veel hoger dan de rest hier. Het is echt zo'n dekzandrug. Ik kan die helemaal naar boven klauteren, de bramen in, maar dat doe ik niet. Maar ik pak hier wel even wat van deze grond. En dan zie je dat dit geen klei is, maar dat het heel zandig is. Dekzand van 10.000 jaar geleden.